Na de wedstrijd Vitesse Delft HMSA staan we met assistenttrainer Stef Gronsveld. Stef, allereerst na een zestal jaren omzwervingen in het betaalde voetbal terug op het oude nest. Hoe bevalt het tot nu toe? Leuk. Ja, het is, kijk, ik ken hier heel veel mensen. Ik kom hier al vanaf mijn vierde ongeveer. Dus dat voelt als een warm bad. Ik ben ook in de jaren dat ik wel weg was in het profvoetbal, ben ik nog steeds veel geweest hier. Dus ja, het voelt gewoon heel vertrouwd. Wel een hele nieuwe rol voor mij natuurlijk. Nadat ik 3 jaar geleden moest stoppen met voetballen, heb ik even afstand genomen van het voetbal zelf, bewust. Nou, het begon zo erg te kriebelen dat ik deze rol dat me wel leuk leek. Met Hesse veel gesprekken gehad, dat beviel ook goed. Dus zodoende ben ik toen terechtgekomen hier en de eerste paar maanden zijn eigenlijk leuk. Ja. Wat is precies jouw taak, jouw rol binnen de trainerstaf? Ja, ik ben ondersteunend aan Hes. Ik ben er op donderdag op de trainingen bij en op zaterdag bij de wedstrijd. Ik probeer vooral heel veel naar het tactische gedeelte te kijken en individueel met spelers bezig te zijn. Wat dingen aangeven waar ze op kunnen letten tijdens de wedstrijden. Kijk, het is voor mij ook natuurlijk heel erg wennen. Ik heb dit nog nooit eerder gedaan. Dus ik krijg van Hes ook de ruimte om gewoon te kijken van joh, wat bevalt wel, wat bevalt niet. En zo ben ik dat langzaam aan het ontdekken. En wat je al zei, het bevalt je heel erg werken met deze groep. Ik denk wel dat er ruimte is voor verbetering. We komen zo even op de wedstrijd van vandaag. Ja, nou ja, zeker. Zeker, er is ruimte voor verbetering. Maar het voordeel is wel dat deze groep dat ze daar heel voor openstaan. En dat is uiteindelijk het belangrijkste. En het is wel een groep die al wat langer bij elkaar is ook. Dus dat is ook leuk, weet je. Het is een hechte groep. Dus alle voorwaarden zijn er wel. Maar dat het beter moet en kan, dat is duidelijk. Ja. Ja, dan komen we even op de wedstrijd van vandaag. Als ik hem typeer als een moeilijke wedstrijd, dan denk ik dat ik er niet ver vandaan zit. Nee, het was een vrij stroeve wedstrijd. Terwijl je zelf natuurlijk heel snel 1-0 voorkomt. Dus dan hoop je dat de boost geeft. Maar we wisten toch moeilijk. Zij speelden eigenlijk ook vrij slordig. Ze wisten niet goed wat ze met de bal moesten. En wij gingen daarin mee. Dus als wij de bal snel kregen dan, of snel veroverden, dan wilden we ook weer te snel vooruit. Dan wisten we niet het tempo eruit te halen en rustig te gaan voetballen. Dus dan werd het een hele chaotische wedstrijd. Het veld helpt ook niet mee. Moet zeggen, na de 2-0, toen gingen zij nog aanvallender spelen. Dat vingen wij goed op. En toen wisten we wel ook zelf nog makkelijker vaak eruit te komen. Dus dat deden we wel goed. Nou, is een gezegde, ja, weet je, lastige en moeilijke wedstrijden moet je ook over de streep trekken. Dat hebben we dan gedaan met 2-0. Door deze overwinning blijven we denk ik wel weer meedoen bovenin. Ja, precies. Kijk, dat gevoel moet je hebben. Vorige week natuurlijk punten laten liggen. En het is telkens weer als je in deze fase van het seizoen verliest, denk je van, oh, haken we nu af. Maar dat is niet het geval. En als je dan vandaag weer wint, geeft dat gewoon veel energie naar de volgende wedstrijden toe. Het zou hartstikke zonde zijn als wij het nu laten lopen. Dus dit is heel belangrijk in deze fase, ja. Dan even vooruitlopend al naar volgend seizoen. Blijf jij in de rol zoals die nu is? Blijf jij zeg maar met Hes samen en met Treling samen die coaching doen? Weet ik nog niet. Ik heb daar nog geen gesprek over gehad met Tom. En ook niet met Hes en Treling samen. Kijk, het was voor mij gewoon heel erg nu aankijken hoe het zou zijn. Bevalt goed hoor. Maar we moeten wel even praten over hoe dat dan volgend seizoen zou gaan. Dus daar heb ik het nog niet over gehad. Maar je ziet het wel zitten volgend seizoen om eventueel weer in die rol terug te komen of te blijven. Ik heb het wel heel erg naar mijn zin nu, ja. Dankjewel. Tuurlijk.